We beginnen de video meteen met de knokker en we krijgen bus. En like deze video als jij wilt dat ik in de volgende video heel veel legendary knokkers ga kopen. Alleen vandaag gaan we wat anders heel erg leuks kopen. Ik moet namelijk nog maar 3 trofeeën, dan heb ik er 400. En dan kan ik 1 Krusty Krabs en heel veel dingen kopen. En dat ben ik ook van plan. En we moeten nog maar 1 potje winnen. Dus laten we meteen proberen dat potje te winnen. Eens even kijken, is er hier iemand in de bos? Ja, er is echt iemand in de bosjes. Hallo, doe eens even heel gewoon normaal. Ga jij eens even dood? Oh, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Ik ben bijna dood, doet ze niet. Ik ben dood, dit meen je niet. Oh, dit had ik niet verwacht. Maar dat maakt niet uit, want ik krijg wel 2 trofeeën erbij. En dat betekent dat ik de SpongeBob evenementen kan spelen. De krokante krab. Ja, deze gaan we helemaal leeg kopen. Oké, we hebben een mega deal. Eens even kijken, wat krijgen we hier? Oeh, een super deal. Krijgen we ook nog wat gratis deals? Dat zou ik wel fijn vinden. Ik heb alleen dus helemaal geen kostige cash. Maar voordat we de mega deal gaan openen, wil ik eerst even kijken. Hoe kom ik aan dat cash? Kijk, hier kan ik meteen nog even lekker 1000 krijgen. Dankjewel. En ik kan het ook kopen. Dus dat ga ik gewoon even doen. Ja, kopen die handel. En ik heb best wel veel edelstenen. Dus ik ga gewoon alles kopen wat ik kan kopen. Wat me echt heel veel geld kost. Dus like alsjeblieft even deze video. En deze kopen we erbij. En nee, de rest kan ik niet meer kopen. Dit meen je niet. Maar in totaal hebben we dus best wel veel geld. En die mega deal. Ik ben zo benieuwd wat die mega deal is. Maar eerst gaan we even deze power maaltijd openen. Wat gaan we krijgen? Ik heb echt geen flauw idee. En we krijgen een spatel. Met Leon is deze spatel actief. Dus ja, deze gaan we natuurlijk even testen. We gaan lekker kwallen vissen. En kijk die spatel omheen. Dit is helemaal top. Ik wil zoveel mogelijk kwallen. En ik wil zoveel mogelijk enemies killen. Want dan hebben zij die kwallen niet meer. Hé, ga jij eens even dood. Geef mij jouw kwallen. Weet je wat? Ik pak deze kwallen wel. Hallo, wil jij even doodgaan? Hoppa. Oh, dat is mijn teammate. Dit is zo dom. Ik ben niet zo goed in Brawl Stars, oké? Ik moet soms nog eventjes wennen. Nee, wil jij niet op mij gaan schieten? Hier, ga even dood. En ik heb meteen mijn special erbij. En met mijn special word ik onzichtbaar. Wat ik daar nu aan heb, weet ik... Auw! Oh, nee, ik ga dood. Rennen. Oké, daar had ik misschien niet heel veel aan hem. El Primo, waarom zit er een El Primo achter me aan? Wil je dat dus even niet doen? Oké, we moeten dit potje winnen, want als ik dit potje win, ga ik namelijk die mega deal even bekijken. En ik hoop dat ik daar genoeg geld voor heb, zo niet dan, ja. Dan moet ik hem helaas de volgende keer kopen. Oké, geef me deze kwallen. Die El Primo, die moet dood. Die El Primo is heel vervelend. El Primo, zo, wegwezen jij. En geef mij maar al deze kwalletjes. Ik ga dit gewoon winnen voor ons team, want ik heb namelijk een spatel en de rest niet. Oh, jij moet ook dood. Worden we even onzichtbaar. Lopen we eromheen. Pakken we die El Primo. Pak ik alle kwalletjes op. Dit is toch makkelijk. Maar dat komt natuurlijk omdat ik zelf een legendary knokker heb. En de rest is gewoon heel erg slecht. Kijk maar. Hoppa. Gewonnen. Dat betekent dat wij de mega deal gaan openen. En het is... Oeh. We kunnen Sandy kopen. En een legendarische star drop. Oké, dit moet ik sowieso even doen. En wat kan ik nog meer kopen? Ik wil namelijk alles kopen. Laten we eerst voor de super deal gaan. Oh, dit is zoveel geld. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan hem kopen. En wat krijgen we? Maat emmerballen. Oké, hier ben ik al blij mee, denk ik. En we krijgen een nieuwe knokker. Oh, of nee, dit is geen nieuwe knokker. Dit is een nieuwe skin. Dit is zo dom. En we gaan de skin natuurlijk meteen even gebruiken. We krijgen dit erbij. En een legendarische star drop. Ik heb dus nog lang niet alle knokkers. En ik heb 1 legendarische knokker. Dus ik hoop eigenlijk dat ik een legendarische knokker krijg. En anders ga ik die gewoon in de volgende video kopen. En we krijgen... Oeh, we krijgen een legendarische knokker. We krijgen een... Hè? Dit is een epische knokker. Oh, ik dacht dat je alleen maar legendarische knokkers kon krijgen. Maar deze vind ik ook heel erg vet. Weet je wat? Ik ga gewoon mijn nieuwe knokker meteen uitproberen. Ik heb geen idee of die goed is, maar we gaan weer lekker kwallen vangen. Oké, dit is overduidelijk een soort van sniper. Dus even kijken, kan ik meteen iemand even snipen? Kijk, daar staat iemand. Dat is een Jesse. Bam, hoppa. Oké, ik weet nog niet of ik dit een hele fijne knokker vind, want ik vind snipen altijd best wel moeilijk, omdat ik gewoon heel scheef ben. Dus ik hoop dat we dit potje maar gaan winnen. En wat is de special? Oeh. Oh, oh, die special die is wel goed. Dat is even een dansje waard. Let's go. Wat ik gewoon nu moet doen is van een afstandje mijn teammates beschermen. Zodat zij alle kwallen kunnen vangen. En dan winnen we gewoon makkelijk dit potje. We moeten namelijk in totaal nog maar 7 kwallen. Dus ga jij even dood. En ik heb ook mijn special weer. Die ga ik op jou schieten. Kijk. Boom. Hoppa. Ik ben gewoon in 1 keer dood. Oké, misschien vind ik dit toch wel een hele fijne knokker om te gebruiken. Kijk, daar is nog iemand. En dan weet je wat? We pakken gewoon even die laatste kwalletjes. En dan hebben we gewoon het potje gewonnen. En dat betekent dat ik weer iets ga kopen in de krokante krab.
kunnen gaan voor een nieuwe deal. Je hebt ook een willekeurige hyperkracht. Oh, die is ook wel vet om te unlocken. Alleen weet ik dan niet of ik nog genoeg over heb voor mijn mega deal. Ik ben niet zo goed in rekenen, oké? Laat ik maar gewoon de mega deal kopen. En dan ben ik zo benieuwd wat we gaan krijgen. Sowieso Sandy Jesse. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Oké, dit is zoveel geld, maar we gaan het gewoon doen. En we krijgen eerst een bubbel. Oké, die kunnen we straks meteen testen. Kom op, geef me wat leuks. We krijgen hier natuurlijk de skin. Deze is zo vet. Meteen uitrusten. 3000 bling erbij. En dit boeit me niet. Oh, een legendarische star drop. Oké, hier heb ik heel veel zin in. Wat gaan we krijgen? Krijgen we... Nee, we krijgen volgens mij een skin, of niet? Ja, we krijgen een skin. Ik dacht een knokker. Oh, oké. Maar deze is ook best wel vet. Oh, nee. En we hebben dus net niet genoeg. Weet je wat? Daar heb ik de volgende keer gewoon nog wat te doen. Wat ik nu ga doen, is Sandy uitproberen. Qualifies heb ik wel gehad. Ik ga nu gewoon voor een trio showdown. Eens even kijken of ik het potje met Sandy kan winnen. En wat schiet Sandy? Sandy schiet gewoon een soort van noten. Hey, er zit iemand daar achter me aan. Wil je niet achter me aankomen, alsjeblieft? En ik moet natuurlijk wel een beetje in de buurt blijven van mijn team. Genoten. Dat is wel slim. Oké, teamgenoten, we gaan dit winnen. Ja, let's go. Kijk, daar is het andere team. Oh, dat andere team is echt heel sterk. Weet je wat, ik gooi mijn turret even neer. En jij moet dood. Jij moet dood. We hebben het gewoon al gewonnen. Dit was denk ik echt het allermakkelijkste potje ooit. En oh, ik kreeg 100 van die krappe munten geldbriefjes erbij. En dat betekent natuurlijk dat ik nog wat kan kopen. Ik kan nu die hyperkracht kopen. Dat is wel leuk om te doen. Weet je wat? We gaan gewoon de hyperkracht kopen. Waarom niet? Dit is zo zonde van mijn geld. We krijgen in ieder geval een krabburger. En we krijgen een hyperkracht. Kom op. Een hyperkracht voor Gil. Let's go. Oké. Ik heb een koopverslaving. Ik zit op een andere account waar ik iets meer trofeeën heb. Nog steeds heel weinig. Maar ik heb hier tenminste wel knokker met drempel 20. Oké, ik praat veel te veel. Ik heb hier ook nog een paar dingetjes die ik kan unlocken. Sowieso beginnen we weer even met een star drop. En we krijgen echt iets super slechts. Ik heb op dit account dus echt al heel veel knokkers. Dus laat even weten of ik ook een keer op dit account moet spelen. Maar waar het eigenlijk om gaat, als ik naar de krokante krab ga, heb ik hier ook nog een paar deals die ik kan unlocken. Sowieso een gratis deal. En ik ben heel benieuwd wat we hierin krijgen. Een krabbel anderdag. Wat is dit nou weer? Maar wat we hier ook hebben is een nieuwe deal met een tijdelijke power-up. Alleen die krijgt hij dus een legendarische star drop uit. En ik dacht, we moeten natuurlijk wel nog even eindigen met een legendarische star drop. Dus deze moet ik gewoon even openen. Oké, dit gaat mij heel veel edelstenen kosten. Maar we gaan het gewoon doen. Boeien! Oké, wat gaan we krijgen? We krijgen gehaktballen, maatemmerballen. Als je een vijand raakt, krijg je een maatemmerbal die voor bla 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 bla. Oké, daar hebben we geen zin in. Oh, dit is natuurlijk een skin. Oh, wat is dit? Voor skin. Vervloekte piraat Bibi. Ik vind Bibi echt een van de slechtste krokkers die er bestaat. Maar we gaan de skin wel aandoen. En het is nu tijd voor de legendarische startup. Oh, er zit een knokker. Krijgen. Oh nee, dit is een skin. Ik dacht dat we een nieuwe knokker kregen. Oh. Kunnen we die nog wat kopen? Kan ik niet gewoon deze kopen? Oh, deze kan ik ook nog kopen. Dan krijg ik een hyperkracht. Weet je wat? Als jullie nu allemaal deze video nog even liken, ga ik ook gewoon nog even deze hyperkracht openen. Waarom niet? Oh, dit is zo zonde voor al de edelstenen. Oh, ik heb het gekocht. En we krijgen eerst een krabburger. Dat ziet er wel lekker uit. Meneer Krabs, ik weet dat jij hem ook lekker vindt. Blijf van mijn krabburger af, oké? Oké, en we krijgen een hyperkracht. En ik hoop zo dat we een hyperkracht krijgen voor een legendarische knokker. En we krijgen de hyperkracht voor... voor Poco. Alleen dan moet ik eerst krachtlevel 11 zijn, dus ik kan hem niet eens gebruiken. Weet je wat? De volgende video ga ik ervoor zorgen dat ik heel veel knokkers ga kopen. Want op dit account heb ik al veel knokkers, maar op mijn andere account wil ik dat ook. Dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. En ik wil je zeker niet missen, want ze gaan weg in 3, 2, 1...